Ik ga even bellen met Louis. Ja. Oh, verkeerde nummer. Wacht. Zo. Wel die man ook pas 14 jaar, maar... Nog steeds weet ik zijn nummer niet. Ik hoop echt dat hij even live is, want ik ben toch wel benieuwd nu. Ja, hè? Misschien krijgen we een voicemail van een paar jaar terug. Goeie... Dimitri, jongen! Ja, man, het is gek, man. Oh, dat klinkt veelbelovend. Ben je Dimitri? Het gaat eigenlijk zoals het hoort te gaan, Geer, hè? Ja. Ben je het live of niet? Ik ben live, man. Nee, maar echt, dit is geen bandje. Ben je het echt? Hé, wat heerlijk. Ik ben het echt. Wat een gek, man. Dimitri, wat fijn om je weer eens live te horen, man. Ik maakte me een beetje zorgen om je. Ja, vet, man. Vet. Ja, ik heb gezeik gehad, man. Gezeik. Ja. Ik heb weinig ups, Gerard, in mijn leven. En veel downs, ja, weet je wel. Ja, ik weet het. Ik weet het. Maar goed, gelukkig zijn wij er helemaal een beetje psychisch... Te gek, Gerard. Man, maar gek. Ik heb weer ruzie gehad, Gerard. Heb je ruzie gehad? Ja, ik heb een ruzie gehad. Ik ben een dildo's kwijt, Gerard. Klote, joh, echt. De dildo's? Ja, ik wilde een visgerecht maken en daar hoort ook dillen in, weet je wel. Maar ik kon die dildo's niet meer vinden. Oh, god. De dildo's was weg, de dillendoos, hè? Oh, ik snap hem ja, maar jongens, ik ben aan de dood ontsnapt, jongens. Echt. Oh, echt waar? Wat is er gebeurd dan? Ik ben aan een... Ik heb bijna een treinongeluk gehad gisteren, jongens. Een treinongeluk? Oh. Ja, bij mij achter hebben koperdieven. Die hebben alles gejat, weet je wel. En daardoor werkten die spoorbomen niet meer, weet je. Maar koper is duur tegenwoordig, dat weten jullie toch? Ja, daar zijn kopers voor, hè? Ja, dat stelen zelfs de raven, die maatkees. Maar we gaan nu naar de uitspraak van de week, jongens. Was jij er trouwens met die... Ik heb het weer gevonden, ik ga weer koken. Oh, te gek. Nee, maar er is van de week een trimhalte gewoon gejat. Ja, dat weet ik. Fantastisch verhaal, gewoon. Ja. Vanwege de koper. Probeer er maar eens een koper voor te vinden. Maar goed, dames en heren, meisjes, het moment is daar. Schrijft u mee. Je hebt er weer een week naar uitgekeken. Sterker nog, twee weken, want vorige week was er geen Sodemieter Joop. Die uitspraak van die week. Als je voor je eigen gestolen waar betaalt, dan ben je een koperdief. Ja! Dimitri, mooi is die, hè? Mooi. Te gek, man. Te gek. Wat gebeurt hier allemaal weer? Ik sta perplex dat je live was. Nou, ik ook, hoor. Te gek, jongens. Ik wens jullie het beste met geluk in je hart en stralen naar buiten, jongens. Ah, dat komt helemaal goed. Hartstikke mooie nacht. Bye-bye, man. Bye-bye, man. Zo, Dimitri. Oh, ja, en een fijne Valentijn, hè? Ja, dat ligt gevoelig natuurlijk. Nee, dat deed ik op. Maar goed, Dimitri, man. Ja, moet de vrouw van zich afslaan. Ik heb hem een keer een nachtje meegemaakt op de Neude in Utrecht.